hele goede middag en welkom bij een nieuwe vlog. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, ik ben Angelique, jullie onafhankelijke sensieconsulente van magischegeurtjes.sensie.nl. En ik doe heel even, want ik zie er anders zo gelig uit. Zo, dat is even wat beter. Ik denk even die verlichting gaan passen, want dit ziet er zo ongezond kleurig uit. Maar goed. Eindelijk. Eindelijk. Normaal doe ik het in de eerste week, of althans in de eerste paar dagen van de nieuwe maand. Het heeft nu ruim twee weken geduurd, maar eindelijk kan ik even vloggen wat ik vorige maand september verbruikt heb. En dat is heel erg, want we zitten alweer halverwege oktober. Dus ja, en zoals je ziet, het zit helemaal vol. Dus ja. Maar goed, wat heb ik opgemaakt deze afgelopen maand? Ik begin gewoon met een van de grootste olifanten in het mandje. En dat is een fles vloeibaar wasmiddel. Had ik uitgeprobeerd, want dit was vorig seizoen een nieuwe geur. En toen dacht ik, probeer hem uit, want ik blijf altijd in hetzelfde hangen. Altijd Minnow Steel Breeze, altijd Yummy Time. Trouwens, totdat ik de Fluffy Vlies in mijn handen kreeg. Coral Waters is echt wel een hele mooie wasgeur, maar net niet vind ik voor mij. Dus ja, en dan kan ik echt gewoon merken dat ik ja, gewoon de Yummy Time super vind. En de Window Seal Breeze trouwens ook. Dus en toen dacht ik van ja, weet je, voor mijn kleding. Maar het was het nou net niet voor mij, terwijl de geurbox bijvoorbeeld wel weer heel mooi was. Maar voor mijn gevoel, voor de waslijn, net niet. Wat wel handig is, stel als je bijvoorbeeld een fles ooit hebt of wat dan ook, gooi je pomp niet weg. Want stel je bestelt ooit een wiftbox en er zit toevallig een fles afwasmiddel in. En er zit zo'n flipdop op. Ja, die gaat gewoon super rot. Ik wilde eerst wat anders zeggen. Maar ik denk, oh, dat kan ik dat niet maken. Het lag wat anders op het puntje van mijn tong. Maar bewaar dan het pompje. En haal die flipdop er vanaf. En draai die dan op je fles afwasmiddel. Want die past perfect. En op die manier doe je en langer met je afwasmiddel. En je kan gewoon prima ermee doseren. Zonder dat je staat te rotzooien in de keuken. Met die flipdop. Dus bewaar dan je pomp en gooi dan de rest weg. Dus ja. Daarnaast een pot waskorrels van de Fluffy Vlies. En ik kon die vooruit bestellen als consulent zijnde. Soms heb je wel eens van die voordelen als consulenten zijnde. En dat was dus dit keer nu ook met de seizoensovergang. Dus ik had een pot waskorrels besteld en een pot vloeibaar wasmiddel in de geur Fluffy Vlies. En hoewel bijvoorbeeld de Coral Waters het net niet voor mij werd. Ja mensen, ik heb er een geur bij. Dus de Window Seal Breeze voor mijn witte was. De Yummy Time voor mijn beddengoed. En de Fluffy Vlies voor mijn kleding. En echt mensen, zo lekker. Zo lekker. En ook net als die andere twee, gewoon zo lang dat je kleding blijft geuren. Ideaal. Als je denkt, wat zijn waskorrels? Waskorrels is een soort met van, ja, soort met van badzoutachtig iets. Als geurversterker. Dus je doet één schepje in je trommel, wasgoed erbij. Je doet je vloeibare wasmiddel erin, of in ieder geval je wasmiddel naar keuze. Ik gebruik daarvoor de vloeibare was van Essentie in dezelfde geur. En ja, dat vind ik gewoon prettiger. En het versterkt elkaar nog meer qua geur. Ook zou je het niet doen, dan nog is het gewoon een hele mooie geurversterker. Dus ja, zo lekker. Dus ik ben door een pot heen. Echter, al momenteel, al heel lang. Want ik ben niet de enige die hem echt super vindt. Dus hij staat op de productlijst. En als het goed is, moet hij volgende week binnen gaan komen. Eindelijk. Als ook de vloeibare was. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Want dan kan ik ze aanvullen. Zo lekker. Denk je van, goh, hey, maar ik wil dus een hele mooie harde plastic pot. Ben je een beetje creabea?
kan je natuurlijk ook de pot hergebruiken om daar kleine knutseldingetjes in te doen. Of wat heb ik van de week gedaan? Ik had van de week een Maxbar en die heb ik omgetoverd tot mummie. Of spin, want ik had ze beide. En dan heb ik van die wiebeloogjes, gewoon bij de Pipo's of de Flying Tiger. Je ziet ze overal, echt van die wiebeloogjes. Maar ja, weet je, als eenmaal zo'n zakje open is of dat scheurt verder door. Dus die heb ik in een potje gedaan. Ja, op die manier kan het gewoon natuurlijk veilig wegbergen. Of van die spoeltjes voor je naaimachine. Iemand anders die doet diamond painting met behulp van de waspotten opbergen. Neem het, die kan je natuurlijk gewoon super hergebruiken. Dus ja. Daarnaast heb ik een berg wax erin zitten. Dus ik moet wel zeggen, ik heb hem in september wel lekker uitgeleefd. Maar er zit ook een pot in van de Mahala Coconut. En als je zegt, wat is een pot? Ik weet niet of die zich wil scherp stellen. Even zo dan doen. Dit is een pot, mensen. En een pot is eigenlijk een soort van plastic omhulsel gevuld met geurparels. En die gebruik ik in mijn auto. En er zit nu nog de Winterberry Apple Tea. Hoewel die nu eindelijk ook wel minder begint te worden. Maar, en deze ja, ruikt ook nog wel een heel klein beetje. Is het Mahalo Coconut. Dat is echt een mooie tropische geur. Kokosgeur. Zomers. Maar goed, we knalden op een gegeven moment natuurlijk de herfst in. Dus ja, toen die opging werd het dus de Winterberry Apple Tea. Dus ja, en ik vind hem, moet ik zeggen, ik doe er best wel heel erg lang mee in de auto. De ene keer gaan ze wat korter mee, de andere keer gaan ze wat langer mee. Ja, gewoon super. En ik heb echt wel een maand, zeker wel een maand, met één zo'n pot gedaan. Terwijl ze normaal zo'n verpakking per twee, dus ja, je doet er dan wel eventjes een poosje mee. Maar dit is dus de Mahala Coconut. Dus deze is op dit moment niet verkrijgbaar. Ik weet ook niet of die dadelijk met de lente zomercatalogus weer wel verkrijgbaar is. Dus ja, dat zijn pots. En je hoeft hem ook niet alleen in je mini ventilator te gebruiken. Je kan hem ook in je wandventilator gebruiken. En als je de luchtreiniger hebt, dat nieuwe apparaat van Sensi, ook daarin kan je ze in stoppen. Die doet niet alleen je lucht verfilteren. Maar die geeft dan ook gelijk een lekkere geur aan de omgeving af. Dus ja, dat. En dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lege bars en een tester. En de tester was van de Warm Pumpkin Drizzle. En die zat in mijn wiffbox van september. De Warm Pumpkin Drizzle is de geur van de maand oktober. En zo lekker. Redelijk goede presteerder. Echt. Ja, ik krijg er gewoon echt zin in herfst door. Maar goed, nu zijn we ook inmiddels wel goed in de herfst, geloof ik, geknald. Warm, zoet, pompoen. Wat pompoenkruiden. En ja, gewoon zo lekker. De Warm Pumpkin Drizzle. Deze is dus voor heel de maand oktober nog beschikbaar voor €7,88. Vanaf november gaat die €8,75 kosten. En dan krijgen we de nieuwe geur Sweet Orange en Evergreen geleverd. Dus ja, dan hebben we dus gewoon weer een heel ander soort geur beschikbaar. Nou, wat zit er allemaal in? Wat is handig? Want er zitten een aantal geuren in die er gewoon niet meer zijn. Die echt geweest zijn. En er zitten ook nog geuren in die er wel gewoon nog beschikbaar zijn. Ik begin gewoon met de oude geuren. Onder andere de Whipped Vanilla Pear. Die heb ik eindelijk op. En dat is één, want ik ben nu ruim twee jaar consulente. En in mijn eerste jaar als consulente kwam deze uit. Als een Bring Back My Bar in januari. En ja, dit is gewoon zo mooi. Zo romig. Fris door het peertje. Maar ja, het is gewoon of je een zoete peer uit blik hebt. En daar gewoon een kwak verse slagroom op hebt.
Daar rookt hij nou naar. Dus daar ben ik wel heel voorzichtig mee geweest. Maar goed, hij is op. Dus ja. En daarna ook niet meer terug geweest. Wat ook op is. Is. En dat was vorig jaar bij de kerstcollectie. De Cranberry Pumpkin Spice. En de Cranberry Pumpkin Spice is, als je hem ruikt, de 1-op-1 met de Starbucks Pumpkin Latte. En zo lekker. Zo lekker. En nu ik hem weer ruik, dan denk ik... Oh mensen, oh wat vind ik dit erg. Want ik had mijn jaarlijkse Pumpkin Spice Latte vorige maand. Bij de Starbucks. En normaal word ik daar helemaal vrolijk van. Helemaal blij van. Mijn ding, als het herfst wordt. En heerlijk. Daar kon ik van genieten. Maar... doordat mijn slief is omgezet naar een gastric bypass, kan ik daar niet zo goed meer tegen. En dat was dus niet de eerste van het jaar, maar ook gelijk de laatste voor voorlopig altijd. En ja. Wat zijn we aan het doen, Shuri? Shuri? Shuri is wat aan het uitvreten. Maar ze denkt, ik ben nu betrapt. Kijk me ook echt zo aan met grote ogen van shit. Maar goed, die is nu de volgende kamer ingedoken. Maar goed, ja, ook gewoon zo lekker. Dus ik heb mijn laatste twee, ik had nog twee blokjes, de laatste twee opgewarmd. Want ik vond hem nog echt wel een beetje zielig. Want ik verdraag het gewoon niet meer. En dat ik toch zoiets had van, nou weet je, dan heb ik toch mijn pumpkin spice latte toch een beetje. Maar goed, die is nu ook op. Daarnaast had ik nog vitamine inhale. Dat was begin van het jaar een serie, de vitamine serie. En je had natuurlijk de vitamine M van Meditate. Nog een aantal. En de vitamine inhale zit in mijn club. Zo'n goede, sterke, presteerde. Maar ook gewoon een mooie, frisse, schone... spa-achtige lucht. Of een soort met van bergachtige lucht. Zo lekker. Zo goed. Vandaar dat hij ook in mijn Sensi Club zit. De vitamine inhale. Oh, maar ook echt zo super lekker. Wat op zich ook wel in de hele collectie een hele lekkere geur was. Hoewel ik op zich wel met matige presteerders waren. Maar... dit was zo'n lekkere appeltjesgeur. De Chase Rainbows Green. En ja, ook een matere presteerde. Maar wel echt wel een hele mooie. Echt wel een hele mooie appeltjesgeur. En daardoor wel heel, heel lekker. Maar goed, die is nu ook op. Wat er ook in zit, wat niet meer verkrijgbaar is. Maar ook in mijn club zit. Is de Whipped Vanilla Lavender. Althans, zat in mijn club. Want... we hadden van de week de flash sale. En daar zat hij tussen. Dus ik heb wat gehamsterd. Want hij was maar 2 euro. Toen dacht ik van ja, weet je of ik nou de volle prijs betaal in mijn club. Of ik hamster een beetje. En ik kan ermee vooruit. Want het is toch best wel een lichte, matige presteerde. Ondanks dat het zo'n mooie, dromerige geur is. Ik denk nou dan, ja, hamster ik een beetje. Kan die uit mijn club? Dus dan kan ik er voorlopig wel heel even een poosje mee doen. En maak ik weer ruimte voor een andere mooie geur. Zoals bijvoorbeeld de Walt Disney World Anniversary Iridescent geur. Ja, ook zo fantastisch. Dus ja, en ook weer een fantastische geur. Want daar zit nu nog een heel klein beetje de schrik daarop. Dat is de Maraschino Sugar Cookie. Wat vorig jaar als exclusieve bar in de Whiffbox zat. Ja, dit zijn bars, mensen. Maar vanaf 7 november kunnen we ook een brick bestellen. Een soort van baksteenachtige waxbar. Wat 5 tot 6 keer gewoon een bar is. Dus ik ben daar zo blij dat ik de Maraschino Sugar Cookie dan in groot formaat kan krijgen. Want dan kan de schrikdraad van mijn bar namelijk af. Dus daar ben ik ook wel heel super blij mee. Als je nou denkt van, hé, maar zo'n brik is eigenlijk wel heel erg groot. En dat zal je dan ook wel tegen die tijd zien zodra ik hem binnen heb. De Maraschino Sugar Cookie.
kan je hem in bar zijn ook in je Sensi Club gooien. Dus dat is tegen die tijd. Heb ik het al op de sociale media staan? Nee, dat niet. Want volgende week komen de speciale kerstwarmers nog uit. Dus die heb ik van de week op mijn sociale media gezet. Als ook maandag komt de lancering voor de Bring Back My Buddies uit. Nou, dat is geloof ik dat... Ik weet niet wat ze aan het spoken is. Ik ga dadelijk wel heel even kijken. In 1 november komt er een speciale kerstwarme uit. Die heb ik ook nog niet geplaatst. Maar dat zal van de week wel komen. Want ik denk, ja, weet je. Eerste informatie voor aanstaande maandag. En wat natuurlijk verder eind van de maand, of in ieder geval voor november is. Dat plaats ik gewoon dan wat verder. Waaronder dus ook die speciale kerstwarmer die speciaal gelimiteerd is. Als ook de set speciale bricks. Want die komen dus pas op 7 november uit. Dus niet dat je denkt van, oh hé, maar ik hoor al geruchten. Ja, dat klopt. Volg je ook andere consulenten. Ik heb ze al voorbij zien flitsen op hun sociale media. Maar ik wacht er nog heel eventjes mee. Want dan denk ik van, ja, weet je, anders zakt dat weg. Dus ik plaats dat wat verder in de maand. En voor nu maandag is dan in ieder geval belangrijk de Bring Back My Buddies, als die speciale kerstwarmers. Dus ja, vandaar dat ik die in ieder geval gehighlight heb en de rest volgt. Maar goed, heb je iets gehoord dat je denkt van, oh, maar daar wil ik wel. Ik heb het gehoord en daar wil ik meer informatie over. In dat geval stuur me een pb'tje en hou die sociale media in de gaten. Nou, dat gezegd hebbende. Dan een bar. En volgens mij is die ook niet meer beschikbaar. Maar anders zou die nog in de vorige geuren van de maand moeten staan. Dat is de Ruby Nectarine. En de Ruby Nectarine, dat is echt gewoon... Dat was echt puur nectarine. Alsof je een nectarine openmaakt. Stukje snijdt. En opsnoept. En ja, ik ben niet zo van de... Niet zozeer van de persiekgeuren. Maar deze kon ik handelen. En ook wel heel mooi. Dus Ruby Nectarine. Dan heb ik erin zitten een bar op, van Berry Blessed. Berry Blessed zit in de vaste catalogus. Dus daar gaan we het nu naartoe. Berry Blessed is gewoon een hele mooie bessengeur. Berry Blessed is ook begonnen als een speciale... volgens mij als een van de kerstgeuren set. En zo populair dat ze hem hebben teruggebracht naar de vaste collectie. En zo mooi, zo fris, zo lekker, zo'n prachtige bessengeur. Ik zou zeggen, kom maar op feestdagen. Maar ja, goed, we hebben eerst nog Halloween en Sinterklaas. Dus, maar begin je al een beetje in kerstsferen te komen en je houdt dan een mooie bessengeur? Denk aan Berry Blessed. En ook een goede presteerder. Daarnaast in mijn slaapkamer, of zal ik eerst, ik doe eerst de ander. En dan zal je zeggen van, hey Angelique, maar heb een ander voorkantje dan dat die nu is. Dan zeg ik, ja, ook dat klopt. Want dit was ooit een begonnen als Scent of the Seasons. De Marshmallow Mint Cacao. En ook heel populair. En die hebben ze teruggebracht tot de vaste collectie. En daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want ja, ik ben niet zo van de pepermunt. Absoluut niet, trouwens. Hoewel sommige pepermunt ik wel een beetje kan handelen. En voor degene die ik niet kan handelen, ben ik heel spaarzaam met mijn Bring Back My Bars, de chocoladebars. Maar dit is de 1-op-1 met een after-eat chocolaatje. En daar moet je van houden, maar het is gewoon, je ruikt de pure chocola van after-eat chocola met de mintvulling. En zo lekker en zo leuk dat ze hem nu in de vaste collectie hebben gedaan. Dus hij zal ongeveer net zo groen zijn als mijn bar, maar dan zonder de marshmallow bekertjes op banner op de voorzijde. Even kijken of die laatste zijde. Denkt hij, ik heb lastig met scherp stellen. Dus ja, zo lekker. Echt de 1-op-1. De 1-op-1 met een after-eat chocolaatje. En nou ja, ik heb het er al over gehad. Yummy time. Deze is opgewarmd in mijn slaapkamer.
En zo lekker, zo mooi. Een bloemige lavendel, een krachtpatsaai. Zo lekker. En ja, weet je, niet alleen in waskorrels trouwens, hoor, maar ook in geurwax. En het zorgt in ieder geval voor dat ik in ieder geval mijn hoofd kan ontspannen. En zeker als ik naar bed wil gaan, dat ik in ieder geval in een relax-modus geraakt. En dan is inmiddels een mandje leeg, zoals jullie kunnen zien. Dus ja, fijn. Dan kan ik hem wel weer gaan vullen, want de dingen die al leeg zijn voor oktober, die kan ik er dan weer in gaan doen. Die heb ik apart liggen. Dus ja, helemaal super. En als je nou denkt van, hey, maar wat doe ik nou eigenlijk met die lege waxbarren? Je kan ze eventueel in een vaatwasser doen. Op mijn werk heb ik ze door de vaatwasser gejaagd in een nachtdienst. En als wij op mijn werk een knutselproject hebben met de cliënten, dan en zeker een verfproject. En ze zijn eenmaal schoon, want nu zijn ze dat niet. Dan doen we daar gewoon lekker plakkaatverf in. En dan heb je een soort van verfpalet. Dus als je denkt van, hé, maar wat kan ik ermee doen met die lege dingen? Zit je in de kleine kinderen of in de, weet je, of voor jezelf een knutselproject? Ja, dan kan je ze op die manier gewoon lekker hergebruiken. En zeker ook omdat het gewoon een plastic verpakking is. En ja, ook niet, doordat het ook niet in een ander iets verpakt kan worden. Maar je kan hem dan wel hergebruiken. Dus als je meer van het recyclen bent, kan je dat doen. Of als je meer van een bepaald kleurtje bent. En we gaan dan natuurlijk dadelijk richting de feestdagen. Dan kan je er ook wel een hele leuke kerstkrans van maken. Of een paaskrans van maken. Om aan je deur te hangen. Want ja, zoiets heb ik vorig jaar ook gedaan. En ja, dat wil ik eigenlijk dit jaar weer gaan doen. Want ik vond het eigenlijk wel zo verschrikkelijk leuk. En hij bleef ook hangen. Want ik had echt gedacht, in de plek waar ik woon in Rotterdam, zal dat wel zo van mijn deur gehaald zijn? Nou, totaal niet. Dus ik ga dit jaar weer voor een kerstkrans, mensen. Dus waarschijnlijk wel even anders zoals ik hem vorig jaar gemaakt heb. Zodat hij wat steviger kan hangen. Maar ja, ik vind het gewoon helemaal super, super leuk. En ja, dus ik bewaar meestal mijn lege verpakkingen daarvoor. Of ik maak een klein, althans ik knip alleen de bovenkanten vanaf. En ik pak daar met speciaal spul, heb je van dat magneetlint. Koelkastmagneten. Ik kan er echt hele leuke dingen van mee doen als je in een crea-bea-bui bent. En je bent van het recyclen. Dus ja, dat dus. Maar goed, mijn mandje is leeg. Inmiddels zijn we, ik denk, nou, ik vlieg er wel zo heen. Maar we zijn toch alweer een poos verder met vloggen. Dus ik ga lekker opruimen en ik ga nog heel even chillen. En ik moet nog steeds bijkomen van de cliffhanger van Rings of Power. Ik had niet gedacht dat hij zo goed zou zijn, maar hij was, ja, hij was heel erg goed. En dan geloof ik maandag, maar dat weet ik ook niet 100% zeker, waarschijnlijk de laatste aflevering van House of the Dragon. En She-Hulk ben ik bij. Ja. Ik ga een nieuw lijstje vormen van wat ik nog allemaal moet zien. Zodat ik dat af kan werken. Want ik heb een paar vrije dagen. Dus ik vind het wel even lekker. En ik kan even eindelijk de dingen bijkijken. En normaal gesproken vinden de dames met ze niet de boel slopen dat ook wel heel erg fijn. Want dan dat kijken we samen. Dus ja, heerlijk. Maak er wat moois van en alvast een heel goed weekend en tot de volgende keer maar weer. En nou ja, dat zal waarschijnlijk wat sneller zijn, want we zitten alweer halverwege oktober voor met wat ik afgelopen maand, en dat zal dan oktober worden, heb verbruikt. Voor nu, groetjes en tot de volgende keer. Doei doeg!